Hallo allemaal, ik heb vandaag met jullie weer een nieuwe video. Dus vandaag is een shoplog. Wacht even, ik ga het licht aan doen. Voilà, dat is al wat beter. Sorry dat ik een paar keer snuif. Ik heb wat last van mijn neus. Dus wat ik zei, een shoplog. Ik ga het laten zien wat ik heb. Laten we gewoon beginnen met het eerste. Natuurlijk, dat komt denk ik bij vaak. Als iemand zinkelt. We hebben een lekker drinken gekocht. Dit is een Aquarius. Het heeft blauwe kleur. Of je het goed kunt zien. En ja, die hebben we dus gekocht. En dan hebben we een flesje Smarties gekocht. En voor degenen die dit nog niet hebben gezien, het is echt zo mijn clipje. En dan kan je dat open doen. Dan kan je die echt met het clipje dicht doen. Dus hier kunt je zien. Ik heb ze nu al op, maar echt met het clipje dicht doen. En het zijn er, ik heb er nu nog maar 4 over, maar zo zien ze er dus uit in verschillende kleuren. En ik ga nu even de binnenkant laten zien. Het staat volledig uit chocola. Het is eigenlijk wel een vrij leuk doosje, echt. En die kosten een paar cent in de HEMA. Dan zijn we ook naar de BR bericht geweest. Allee, ik ga het even uitspreken. Dan kan je het even een paar kruisjes doen. Dit is de zaak, misschien kunnen jullie het wel goed uitspreken. En daar heb ik dus een hele mooie schattige tas gekregen. Dit is de tas. En ik vind hem zelf echt zo schattig met die strikje hierop en het gezichtje. Vond ik wel leuk. Deze was €14,95. Dat is online. Ja, iets raar. En ja, het kan, volgens mij hebben we er nog meer gekocht, maar dat komt dan zo biedt wel tevoorschijn. Dan had men dus 3 van deze. En dat zijn eigenlijk zo, die kan je dan mooi uittrekken. Dan gaan die, worden die kleiner, kleiner, kleiner. Tot op zijn eigen maat. Deze komt van de Alkaidi. Dit is een nieuwe winkel in de Gasthuisstraat. En daar heb ik dan een heleboel kleren gekregen. Maar voordat we naar de kleren stappen, gaan we eerst een springkleed laten zien. We hebben die al eerder gehad. Maar nu is het in blauw en groen. En die ga ik op het einde van deze video misschien nog uittesten. Misschien komt er een aparte video uit. Dus ik ook nog van andere dingen laten zien. Dan de shoplog bij de Alkaidi. Het eerste is deze trui. Deze is voor mijn broer. En die kostte €23. Dan hebben we echt een super mooie trui. Deze is gewoon bij. En daar hangen van boven deze sprinkels op. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. En die vind ik eigenlijk vrij zelf echt leuk. Deze was in de korting. En deze kostte €25. Dat is wel iets duurder, maar dan kwam er nog eens 60% korting af. En dan hadden we nog deze leuke legging. Die is gewoon wit, maar die was voor mijn zus, omdat die een K3 kleedje ging aandoen met carnaval. Laat ik jullie daar ook nog een beeld van zien. En deze was €7. Denk, nu zijn er nog 2 broeken. Allereerst deze broek. En hier staat, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar daar staat een printje op. Nee, je kan het niet zien in de camera. Er staat een blauw printje op. En deze broek was €23. Dan heb ik nog een bruin zwartachtige broek. En die kostte, van het prijsje, €23. Dan heb ik ook nog kei leuke schoenen. En dat zijn deze. Die komen ook van Alkaidi. Misschien kan je dat aan de achterkant zien. Ik denk niet dat je het goed kan zien. Er staat allemaal Alkaidi op. Mijn zus heeft ook een paar schoenen en ook een paar leuke spulletjes. Maar die wil ze. Nee, daar is al mee weg. Dus kan ik jammer genoeg niet laten zien.
Maar ik weet vooral dat ze ook een tasje had. En dan zag je, allee, dus meer echt een portemonnee met zo'n touwtje aan. En dat was in de vorm van een schattig poesje met ook van die potjes die er zo wat uitsteekten. Dan ga ik nu nog in deze video de springklei uittesten. Deze komt van de van de HEMA. Ik ga er een aparte video van de springklei van maken. Ja, er komt een aparte video van de springklei. Die wordt direct na deze video geüpload. Het kan zijn dat ik dan ook nog een paar leuke dingetjes van die mijn zus uiteindelijk had nog laten zien dan in die video. Ik hoop alleszins dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer zeker even op mijn kanaal. Sorry voor die video van 3 seconden. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling en al. Ik hoop alleszins dat jullie deze video leuk vonden. Doe zeker een duimpje omhoog en tot de volgende keer. Dag!